Toen kwam ik gelukkig een nieuwe huisarts tegen. Want we hadden een bespreking bij mijn vader. Want mijn vader moest naar het bejaardenhuis. En daar hadden we een bespreking over. Mijn vader is nu overleden. Maar dat was ver voor de zomer. En mijn vader wou eerst heel graag naar het bejaardenhuis. Toen wou hij niet. En toen moest hij. Ja, dat zullen we net zien. En Nee, maar hij moest. Nou, nee, hij moest echt, want hij viel overal. En in huis was niet zo erg als hij dan viel, want dan stond hij ook wel weer op, weet je wel. Soms al wel na een paar dagen. Maar Nee. Stond al echt al na een paar uur. Maar Nee, hij stond heel snel op. Soms stond hij al op voordat hij gevallen was. Maar zegt hij, nou, hola, daar gaat hij weer. Maar dus binnen huis viel wel mee. Maar als hij buiten viel, dat was vervelend. Want buiten was zo rommelig en dan moest hij helemaal naar huis kruipen met die boodschappen achter zich aantrekkend. Het was echt niet fijn om naast te staan. Dus hij moest naar het bejaardenhuis. Want hij zat nu al in een aanleunwoning. Maar aanleunen was niet meer genoeg. Hij moest er echt in. Nee, ze klapdeuren. Maar dus we hadden een bespreking bij mijn vader in die aanleunwoning. En aanwezig waren mijn zussen, Janine en Annette. Karin was er ook. Mijn vader was er natuurlijk zelf. Oh, er was iemand van de thuiszorg. En de huisarts. Nou, een heel gesprek van ja, vrij omslachtig moet ik zeggen. Ja, dat is toch wel beter als u nu naar een bejaardenhuis gaat. En aan het eind van het gesprek zegt mijn vader, nou, daar ga ik dan wel over nadenken. Ik zeg, ja pap, je moet wel over nadenken, maar de formulieren zijn ingevuld. Ja, daar moet hij zelf wel mee lachen. Ik zeg, ik denk er maar over na aan de verhuiswagen. Hij moest. Dus toen zei ik tegen die huisarts, ik zeg, dokter, zal ik u eventjes naar de uitgang escorteren? En toen dacht die dokter volgens mij, denk ik, nog even onder vier ogen over mijn vader wou hebben.